Vandaag is het feest op het paleis. De kleine prins Gabriel wordt 8 jaar. En voor de catering werd sterrenchef Sergio Herman van restaurant Oudsluis ontboden. Ja, koken voor de koninklijke familie is echt top. Wat kun je nog meer bereiken als topchef? Nou, 3 sterren. Ja, voor mij is het echt een kippenvelmoment. Ah, meneer Herman Sergio. Welkom. Monseigneur, wat woont hier gezellig? Dank u. Werkelijk, u bent voor ons de beste hobbykok van Vlaanderen. Bravo. Mevrouw, u ziet er geweldig uit. Ah, dank u. U ook, hè? Echter dan op de televisie. Oh. Het is een mooie man, hè? En hij heeft een stoppelende baard op de keel. Het is prikkelend. Voor een vrouw. En ik ben een vrouw, hè? Dankjewel. Dat wordt echt een topfeest. Met topmuziek. Een ballonclown die werkelijk de top is. Een topchef, Sergio Herman. Ja, ik heb dus een super vijf hangmenu samengesteld voor het Koninklijk Paleis. Mijn sterkste gerechtjes, mijn stijl, mijn sex on your plate, zeg maar. Maar dan kindvriendelijk. Mm. Ja, ik denk niet dat de prinses nog op een aard zal liggen. Daar ben ik van overtuigd. Maar op mijn bedje. Van jonge prei. Misschien hadden wij ook een beetje gedacht aan vlees. Oh, je gaat dus voor stoverijen van kalfswondjes? Nee, niet direct, nee. Wel een beetje meer peperij had. Dan heb ik de filet van melklam. Lam? Nou, nee. Er worden al zoveel kleine lammetjes geslacht. Ja, geen geslacht. Nee. Ja, andere dan van ganzenlever? Ganzenoven. Zeker geen ganzenlever. Ja, dat waren al mijn suggesties. Dus had u misschien nooit iets anders in gedachten dan? Wij willen... Wat? Dags. Oh, oké. Okay. Ja, was voor mij wel even een kut met peren moment, maar wat toch zeg, kom op. Ja, daar vraag je toch een sterretje voor. De hotdog. Het heet hondje. Monsieur Chauffé. Een heisse hond. Ja. Kent u dat niet? Ja, ik probeer dan toch iets vernieuwend mee te doen. Iets creatiever mee omgaan. Een beetje sex on your plate, zeg maar. Een huismaken knokworst van wildfilet. Nee, daar zijn we niet zo wild van. Nee, nee, een beetje bijkruiden, een beetje wasabi mayonaise. Wasabi? Zelfgemaakte sesambroodjes. Maakt u zich geen zorgen, meneer Herman. Wij hebben de grote boodschap al helemaal gedaan, hè? Oh, Yvonne. Broodjes, worstjes, zuurkool, mosterd, ketchup. Alles wat een kinderbuikje vol kan maken. Ja, hotdog is toch geen gerechtje voor een sterrenchef. Dat is mietjeskeuken. Dat is kloten van de hond. Volgens mij zijn die worsten trouwens gemaakt van kloten van de hond. Alsjeblieft, monseigneur. Dank u, vriendelijk. Dat worstje ligt vlot in de hand. Dat voel ik. C'est vraiment. Top, chérie, c'est top. Mm. Smaken verschil natuurlijk, hè. Kijk eens, dat is prachtig gepresenteerd. Want kunt u tegen 3 uur zo'n 400 hotdogs maken?